Wat is groen? En je kan erop gamen. Een kiwi! Welkom bij een nieuwe aflevering van Pokémon Leaf Green Red. En op de vlieg over mijn bureau. Hallo vlieg, welkom in de aflevering. Jij bent vandaag mijn speciale... En je bent dood! Welkom. Er zijn geen vliegen gewond geraakt bij het maken van deze video. Er is er wel een overleden. Rip vlieg. Ik zou graag een hele ere... Oh! Ik dacht, ik krijg Pokémon vangen. Komt er opeens een ei uit. Wie had dit verwacht? Jij misschien niet, maar ik wel. Mijn theorie is een beetje als ik aan het begin van iedere video een ei kan laten uitkomen. Zit mijn Pokédex vanzelf vol. Niet gedacht aan het feit dat een Wigglytuff als kind een Igglybuff krijgt. Als je eenmaal ver genoeg in de game bent dat je... Shit. Kak. Als je helemaal naar Vier Eiland gaat, dan is het natuurlijk een voorevaluatie van Jigglypuff die opeens in de game komt. Dit wil ik helemaal niet. Daar had ik niet over nagedacht. En daarom noem ik je ook gewoon ongewenst kutkind. Het ongewenste hoort ervoor. Waarschijnlijk moet ik deze dus nu gaan trainen tot een Jigglypuff. En volgens mij gaat dat met vriendschap. Ik haat Pokémon die evolueren bij vriendschap. Maar ik ben helemaal niet aardig. Kut. Ik ga even kijken of het zo is. Evolueert. Igglybuff evolueert die door vriendschap. Ik heb toevallig nog die kut site openstaan waarop staat waar Pokémon Igglybuff. Ja. Pokémon Boolapedia. Dan ga je heel veel naar beneden scrollen. Zie je vanzelf hoe die evolueert. Alsjeblieft geen vriendschap. Vriendschap! Auw, kut! Hoe moet ik ooit in een Jigglypuff komen? Ik ben helemaal niet aardig. Ik moet me echt gaan verdiepen in hoe je vriendschap maakt. Ondertussen zoeken we in dit bosje, want iemand van de supergeheime speciale politie FBI zei dat hier waarschijnlijk een Arcanine zit. Maar ook een Latios, en daar kan ik genoegen mee nemen. Ik ben niet bitchy vandaag. Ik wil gewoon graag een Latios. En dat gaat me lukken waarschijnlijk. De kans dat ik hem vang is rond de 2%. Maar dat maakt mij niet uit. Ik ben geen echte krent. Ik spawn mijn Satan en zo ultrabals gooien om deze Pokémon te kunnen ontplooien. Waarom deed hij geen Thunderwave? Latios party is protected by Safeguard. Oké, dus ik moet eigenlijk wachten tot Safeguard uitwerkt en dan kan ik Safeguard doen. Toch, Safeguard werkt waarschijnlijk maar X aantal moves? Ja, precies. Je bent geparalyzed, bitch. Nu gooi ik ultrabals naar je en hopelijk hou ik er nog een paar over als ik er 27 gooi. Misschien zit je er niet in en dat is niet zo mooi. Alsjeblieft, ga erin. Vriend, ik wil je gewoon vangen puur omdat ik je andere chick, de vrouwelijke versie, laat de jas al heb. En als je zo gaat doen, dan heb ik er geen zin meer in. Je ging dood? Waarom ging je dood? Waarom ging je dood? Je was zo'n mooie meid. Je bent eigenlijk een jongen, maar van die fouten heb ik geen spijt. Ik ga nu verder lopen en vang een van je vrienden. Jou hoef ik ondertussen niet meer. Je hebt me niet verdiend. Dat rijmt niet eens, maar het is wel waar. Ik hoef je niet meer. Ik wou je vangen... Maar op het moment dat je zo denkt van, ah, ik ga dood. Toen heb ik zoiets van, ja, weet je wat? Laat maar. Echt. Hoe asociaal ben jij? Ik blijf nog even dit bosje doorspitten. Ik zou eigenlijk deze aflevering de Mewtwo-grot ingaan, maar hé, dat wordt toch niks. Ik ga zo meteen de Mewtwo-grot wel weer in, maar hier en daar Pokémon vangen is ook altijd wel handig. Ik word echt teleurgesteld dat het ei een Foppy-ei was, want ja, dan heb ik een Igglybuff. Weet je, het is in ieder geval handig. Ik kan er ooit een Jigglypuff van maken als ik hem op geen enkele andere manier vind. Als iemand wel een Jigglypuff normaal heeft gevonden, meld het alsjeblieft bij me, want dat scheelt me zoveel gezeik. En situaties die mij gezeik schelen, dat zijn mijn lievelingssituaties. Heel toevallig. Ik ga even doorzoeken. Lekker doorzoeken. Waar is mijn Pokémon? Ik weet zeker dat hij hier zit. Ik heb het namelijk net gecheckt. Dus ja, dan kun je vaak wel met zekerheid zeggen dat hij bestaat. Kom op. Ik weet dat je er bent. Ik wil niet de hele video naar je zoeken, want dan schiet het niet op. Ik moet nog 14 Pokémon. En ja, met dit tempo is het nog 14 afleveringen. En ik wil eigenlijk wel beginnen aan een nieuwe serie. Dus, doen we normaal. Nee, niet jij. Je bent leuk en schattig, Meganium. Maar je bent het niet. Je bent het niet. Ik skip het wel even een beetje met snelheid door, anders duurt het nog langer. Geloof me, binnen nu en 30 minuten hebben we hem. Groudon, nee. Kst, af. Dat is mijn Groudon taal. Ah, daar ben je. Daar ben je, mijn schat. Wat zie je er goed uit. Je bent level 18, maar dat maakt mij niet uit. Je bent misschien wat jong en ik ben level 60. Maar je bent 18, dat is legaal, dus ik stop je nu in de Pokéball. Jee, hij zit. Nee, in principe, ook al ben je 60 en is deze lief Pokémon level 18. Dat maakt niet uit. Ik noem je wel minderjarig, ondanks dat het niet past. Dus noem ik je gewoon jarig. Weet je, hoe noem je iemand die minderjarig is, maar dan... Hij is ook niet meer minderjarig. Hij is eigenlijk gewoon veeljarig, want hij is 18. Wat een hele ingewikkelde grap. Het is niet eens een grap. Ik stop je nu maar gewoon in een... Ik geef je gewoon gauw een naam en dan doen we alsof dit nooit gebeurd is. Hey, kijker! Welkom bij een nieuwe aflevering van... Jarig. Zo, jarig.
Maar pas minderjarig trouwens wel, maar nu heet je al jarig, dus niks meer aan te doen. Oké dan, ik wist dat jij daar zat, maar jouw vriendje, enige echte Growlite, is ook ergens te vangen. Als die nou ook meteen vangen, hoef ik je geen kind te laten maken, scheelt ons weer zoveel gezeik. Grot boven Lavender Town. Gras onder hokje als je naar beneden het fietsbikerpad bent. Gras vanuit derde stadje gym omhoog. Dat is een erg mooie lijst van plekken waar je zou kunnen zitten. Laten we een van die locaties kiezen. En dan gras vanuit derde gym omhoog is in principe wel het makkelijkste, denk ik. Dat is dus gewoon hier. Dit is de derde gym. In mijn hoofd in ieder geval. En als ik hier dus omhoog ga, dan zit jij daar, als het goed is, in het gras. Ik weet niet of het dit stukje gras is. Maakt in principe niet heel veel uit. Als het goed is, zitten al deze stukjes gras dezelfde Pokémon. Jij bent het niet. Psyduck, je bent het niet. Dit is een Kariyama? Is hem ook niet. Dit is heel onhandig. Het is niet echt de meest interessante aflevering tot nu toe. Maar misschien ben ik ook niet de meest interessante YouTuber tot nu toe. Dus je had niet veel van me verwacht, of wel soms. Er zijn best veel Psyducks hier. Ik wil niet snel de conclusies komen, maar hey. Waar ben je? Vriend. Ah, daar ben je. Oh, wat schattig. Je bent level 16. Jij bent wel minderjarig. Misschien moet ik jou dan minderjarig noemen. En die andere gast gewoon jarig. En dan, yay, logica. Hij zit erin. Wauw, wat een winst. Oké, past minderjarig nou wel? Of niet? Dit is de waarheid. Maar of het past met één letter niet, of het past perfect. Waarschijnlijk past het met één letter niet. Oh my god. Minderjaar, dan ben je minderjaar. Wat ook gewoon een leuke meisjesnaam is. Je bent een meisje. Daarom was er een kleine pauze. Ik was even je geslacht aan het checken. Ik spreidde je benen. Zette mijn bril op en keek. En ja, je bent een meisje. Je bent er één. De doos. We hebben hem gevangen. We hebben deze aflevering al twee Pokémon gevangen. Bedreigde diersoorten gered van de ondergang. Ik zal even mijn lijstje updaten meteen. Dan is het ook weer gefixt. Hoppakee. Oké dan. Leuke kleine update. Ik heb momenteel bij mij een baarmoeder van level 25. Als die een paar leveltjes evolueert, dan is die geen baarmoeder meer. Dan is het een volledige foetus. Dan evolueert hij namelijk. Hebben we weer een Pokémon als Pokédex gefixt. Dan zou je kunnen zeggen, wow Rick, wat ga je hard? Wat ga je hard? Wat ga je snel? Wat ga je goed? Waar moet jij in? Waar wil jij in? Ik moet nog één Pokémon meenemen. Dat zou gewoon wel handig zijn. We kunnen ook een ei ophalen. We kunnen eventjes gauw op 4 eiland kijken of er al een ei is uitgekomen. Ik weet het. Op 4 eiland nieuwe Pokémon in de daycare stoppen en zo is super veel moeite. Maar hey, momenteel is het enige doel van de serie nog gotta catch 'em all. En als dat je niet aanstaat, moet je misschien maar gewoon doodgaan. Dat is wel erg agressief. Maar toch, het is wel de enige manier, denk ik. Zo, ik heb hem in ieder geval het ei. Ga even gauw twee Pokémon dumpen. Maakt het niet uit in welke doos. Doe maar gewoon in de doos. Even de Pokémon ophalen en een nieuwe Pokémon. Welke Pokémon moet zo meteen een ei leggen? Welke Pokémon moet überhaupt nog een ei leggen? Ik kan nog een Krabby doen. Krabby? Oké, dan doen we een Krabby. Moet ik even gaan mijn King naar zoeken hoor. Dat zal wel eventjes zoeken worden. Hij zit ergens in een van deze veelzijdige dozen. Het is een rode Pokémon, dus hij zal redelijk op moeten vallen. Waar is die bitch? Waar is die bitch? Nu zijn we te ver gegaan. Rick, je bent te ver gegaan. Mijn rechten zijn overstreden. Serieus, waar zit die bitch? Ik weet zeker dat met mijn alziende oog hem gaat vinden. Waarschijnlijk ben ik er dus al voorbij gegaan. Schreeuwende kijkers. Deze doos heeft wel heel... Oh, hier zit hij. Hij is helemaal niet rood. Hij is meer een beetje goud. Ik weet dat je speciaal bent, Valuta. Maar doe niet zo, alsjeblieft. Oké, we gaan de box even in. Je Kim Holland is level up. Ik wil graag Condoma. Wil ik graag terug. Als hij evolueert, krijgen we als het goed is. Nee, ik wil niet mijn andere Pokémon terug. Gelukkig zit mijn inventory vol. Mooi. Ik wil nog een Pokémon bij je stoppen. En dat is dan Valuta. Ja. Oké dan. Ik zei al, dit duurt lang. Maar hey, gotta catch them all, bitch. Oké, dan stoppen we Condoma. Een Goldeen. Gewoon weer terug in de computer. Jij hebt je eieren gelegd. En dan nemen we weer een Pokémon bij ons. En dat zijn dan, als het goed is, zowel onze Pornhub. Als, oh ja, als dit eetje. Oké, sorry voor de vertraging. Noem mij de NS. We gaan nu even gauw die ene kutgrot in. Je weet wel, die ene. Precies, die ene. Hoe lang zijn we eigenlijk al bezig? Oh, 15 minuten. Bedankt voor het kijken, doei. Dat was een grapje. We zijn dan maar niet 15 minuten bezig. We zijn 30 minuten bezig. De video speelt te lang. Ik ga hem nu in kleine stukjes knippen, doei. Oké, we gaan weer naar die klassieke kutgrot. De enige echte, dames en heren, de grot. Grotte patotte. Daar is een Metagross. Die heb ik al. Dat is een Corphish. Die heb ik ook al. Ik ben best wel verwend, Nest. Zo zou je het kunnen zien. Dat is een Sea King. Die heb ik ook al. Oké, even gauw een gluur in de Pokédex. We hebben er 138. Ik moet er nog 12. Gadverdamme, zeg, dat duurt lang. Gadverdikke me. Oké, we gaan nu even deze grot in. We gaan Mewtwo zoeken, anders dan hem toch niet gaan vangen. Het is best wel een zielige taak eigenlijk. Een onbegonnen werkie. We kunnen even in het water kijken of daar nog iets interessants in zit. Naast Scarceforms en Sableyes. We hebben namelijk al vastgesteld dat die in het water zitten. Misschien zitten er nog meer coole Pokémon in het water. Misschien ook niet. Waarschijnlijk niet. Yeah. Ja, we weten al dat de ene ladder waar we net voorbij gingen, daar geen flikker te doen is. Hier is een Pokéball, dus dat is wel goed. Full Restore, oké dan.
gaan we hier even de ladder op. Misschien is hier wat te doen namelijk. Doolhofheid. Even deze rock smashen. Oh, net loopt ook allemaal pittig dood. Wel, mijn chop. Die moet ik nog. Wow, hij is ook level 55. Waarom zo sterk, mijn chop? Waarom zo sterk? Ik ga nu Satan inzetten, maar waarschijnlijk kan je niet geparalyzed worden. Als jij nou gewoon... Fuck, waarom een recoil aanval? Oké, we gaan een nieuwe strategie. Laten we eerst Satan inzetten. Door hem te paralyzen en dan gewoon meteen te switchen met mijn Coyolo. Toch, hè? Is dat handig? Nee. Is het verstandig? Soms. We kunnen even eerst doorlopen door we nog een Machop tegenkomen. Dat is geen Machop. Dat is gewoon een hele rare vriend. Een rare vriend. Is de naam die jou het beste beschrijft, mijn vriend. Ik kan in principe doorlopen. Ik kom toch nog wel een keer op deze... Wat deed hij zojuist? Wat deed hij? Hij veranderde in een cool balletje. Hij veranderde in een cool balletje. Dus, Rick, heb je nog wat interessants meegemaakt in je leven? Nee. Nou, tof. Fijn om te horen. Dat is Steelix. Dat is best wel een coole Pokémon, maar ik hoef je niet, Steelix. Kun je nog zo cool zijn. Maar ik wil je niet. Ik wil je niet. Stop met je... Nee. Ik wil je niet. Welk deel van ik wil je niet? Interpreteer jij als een deel waarin ik je wel wil? Maar dan moeten we dat deel even een beetje goed erin pompen. En daar heb je hem weer. Grappenmaker. Getunderwaved. En nu ga je natuurlijk weer Marco Yolo gebruiken. En hopen dat er niet zo'n aanval komt waar hij zichzelf pijn doet. Doe jezelf geen pijn, mijn vriend. Doe ook eventjes mij geen pijn, want dan ga ik dood. Dat is ook niet handig. Fuck. Oké, dit is niet handig. Ik wil niet veel zeggen over situaties die handig en niet handig zijn. Maar ik ben bang dat als ik een drillpack doe dat je doodgaat. Godverdomme, kreng. Irritant. Asociaal. Stuk poep. Het is echt moeilijker dan gedacht. Die Machop is een bitchy bitch. Een nugget. Die zijn best wel veel geld waard. Het is geen gold nugget. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo veel geld waard. Maar hey, laat me dromen. Ah, oh, Quagsire. Dat is echt zo'n beetje niet mijn favoriete Pokémon. Maar hij is wel vet cute. Wat zie je eigenlijk allemaal te doen? Oeh, een Kecleon. Schipper van de Chameleon. Snap je? Nee, ik ook niet. Oeh, een Cleffa. Nee, sorry. Sorry dat ik deze aflevering zo weinig bereik. Kijk, ik snap dat je echt denkt... Wow, Rick van Serpent Gameplay bereikt zoveel in zijn leven. Hij bereikt dit. En wow, Slowking. Dat is best cool. Hij bereikt dit en dat. En wow, wat bereikt hij veel. Het is wel gezellig hier. We zijn ondertussen gewoon een beetje de weg naar Mewtwo aan het ontdekken. Het is een lange weg. Een pijnvolle weg. Maar ik vind een Ultra Ball. Dus hey, alles is weer goed. Welke trap moeten we dan hebben? Waarschijnlijk dat trappetje daar. Hoe kom ik daar eigenlijk? Oeh, een Swallowed. Hij is zo cute. Hij is wel echt cute. Eens even kijken. Hoe kom ik daar? Niet hier. Als je hier omhoog gaat, komen we weer daar uit. Huh? Hoe werkt dit? Ladies and gentlemen, I am in the where. Nee, ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Als ik even eerlijk met jullie mag zijn. Ben ik al deze trap op geweest hierboven? Ja, toch? Ik kan er ook nergens uit. Oh, jawel. Dit is waarschijnlijk wel een goed weggetje. Oh, weer een Spoinkie. Hoi. Ik ben wel heel enthousiast tegen de Pokémon die ik tegenkom. Hoi, leuk je te zien. Oh, nou, dat is nog dood. Hey, mijn champ. Wat een mooie rakker ben jij toch weer, mijn champ. Sorry dat je niet gaat vangen. Hey, Gramble. Jij bent echt de eerste Pokémon die tegenkomt in deze serie. Doei. Echt, waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Ik ben verdwaald. Ik zie niet waar ik heen moet. Oh, kijk, dan kun je zo. Nee, dan ga ik weer een rondje. Huh? Nee, jongens, stop even met mij tegenkomen. Ik wil jullie heel graag vangen soms. Oh, kijk, zo kom je daar. Nu ga ik de goede kant op. Ja, nu moet ik kiezen. Dus een richt... Nee... Voor mij is de trap richting Mewtwo ergens helemaal rechtsonder, kan ik me herinneren. Dus het zou waarschijnlijk deze kant op moeten gaan ofzo. Er is ergens een trappetje naar beneden of omhoog en dan moet je gewoon een beetje rechtdoor lopen en dan ben je bij Mewtwo. Als je het helemaal weet, dan is het niet zo moeilijk. Maar dat is met alle dingen zo. Als je helemaal weet hoe het zit en begrijpt hoe het werkt, is het niet zo moeilijk meer, want je begrijpt het. Dus hey, oh, daar is de trap volgens mij. Oeh, Starmie! Had ik nu maar een Pokémon die niet kut was. Oké, nou, Starmie is in ieder geval geparalyzed. Doe een drill pack en hoop dat hij niet doodgaat. Ik kan dan nog fly doen. Dat is echt zo'n aanval die niet veel damage doet. Er nog een drillpackie erop. Drillpackie. Oké, dan. Ik ben bang als ik nu nog een keer drillpack doe dat hij flink overlijdt. Dus laat ik Satan een fly doen. Want fly is gewoon zo'n typische aanval die niemand pijn doet. Gewoon nog nooit iemand pijn gedaan. Kijk maar. Wee. Fuck. Had ik niet verwacht. Kut. Ik zei nog ja, fly. Heb nog nooit iemand pijn gedaan. Ja, toch wel. Dus. Als we eenmaal Mewtwo gaan vangen en ik ben er nu onscreen heen gelopen, hoef ik dat voor mezelf niet meer te doen. Dan heb ik zoiets van, ja, ik heb al laten zien dat ik weet waar Mewtwo is. Laat me met rust. Ken jij dat gevoel, kijker? Tuurlijk niet. Oeh, een Sandslash. Leuk. Leuke, spontane jongen. Dat is een Electrode. Ik wil zeggen Voltorb. Ik voel hem even een sukkel. Ik ben veilig weggerend. Gelukkig maar. Hier is nog iets dat kapot kan. Fantastisch. Max Revive. Hartstikke leuk. We lopen naar beneden. Daar is nog een Electrode. Hallo, Electrode. Nee, ik wil niet. Ik wil wegrennen. Alsjeblieft, laat me wegrennen. Boef. Oké, dan. Dat is nog een Sandslash. Ja, weet je, ik kan wel gewoon oplezen wat er op beeld staat. Maar of het jullie nou echt
van indruk achterlaten zoals ik veel kan. Dat is moeilijk. Heb ik trouwens al een Dragonite? Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. Geen idee waarom ik opeens bij die vraag kom. Nou ja, die ene Pokémon die net zag was een voorevaluatie van Dragonite. Voornamelijk daardoor. Ik kan niet wegrennen. Nou, gelukkig blies je jezelf op. Dat maakt dus voor mij een heel stuk makkelijker. Baarmoeder is in ieder geval een hoofdstuk omhoog. Wat is dat nou weer? Wat houdt het überhaupt in? Daar is Mewtwo. Hey Mewtwo, alles goed? Ik heb niet eens Pokémon om je te bevechten momenteel. Echt, alles is dood. Gelukkig heb ik nog wel 3 fives bij me waarschijnlijk. Dus ik kan je proberen te vangen. Waarschijnlijk ga je dood. Toch. Ik heb hier een max revive. Gewoon alsof God het zo bedoeld heeft. De max revive. Ik gebruik voor Satan even een normale revive. Want die moet je alleen eventjes die ene doen. Die ene, je weet wel. Waar heb ik revives nog? Heb ik nog revives? Kom op. Kom op. Ah, hier. Revive. Heb ik er 8 van. Dat is best veel revives. Oké. Ik zal even gaan opslaan. Misschien vang ik je per ongeluk. Dat zou best relaxed zijn. Maar meestal is het pittig moeilijk om je te vangen. Dus hey. Mew. Tof. Je bent niet eens een Mew. Je hebt jezelf in het ootje, vriend. Nou, eerst zal ik je even Thunder Waver. Oeh, kijk mij. Ik doe Safeguard. Dat is wel heel kut. En dan kan ik hem niet paralyzen, toch? Ik wou hem eigenlijk vangen met Pokeballs. Maar toen herinnerde ik me dat ik heb dat deze gast sowieso vangen al een verschrikkelijk werkje is. Dus ik kan beter gewoon dat... Wat? Waarom doe je zoveel damage op mijn... Kijk ook gewoon hoeveel HP deze man heeft. Hij is niet te penetreren, joh. Niet normaal. Ja, ga je zelf maar lekker hier. Want als je mij nog een keer aanvalt, ben ik gewoon dood, vriend. Dat is niet handig. Hoppakee, ik maak je, ik krijg je nog wel. Oh, dit is gewoon een interessant gevecht. Waar Mewtwo iedere keer recover doet. Oh, zijn safeguard is wel weggevallen. Dus ik kan hem zo meteen eindelijk gaan paralyzen. Wow, gaat goed. Ik kan nog een Boneran doen, maar dan gaat hij waarschijnlijk dood. Dus we gaan eerst even switchen naar Satan. Langzamerhand komen bij... Fuck! Maak Satan niet dood, vriend! Nou, als ik nu een aanval met deze gast doe, is hij waarschijnlijk sowieso dood. Behalve Ancient Power misschien. Doet hij weer Safeguard, hoor. Mietje! Hier, Stainy Back. Ja, toch niet dood. Oh, cool. Dit is nieuw. Een ontwikkeling. Ik ga nu gewoon nog eens proberen wat balls naar hem te gooien. We weten allemaal dat hij er niet in gaat, maar behalve dat. Droom. Oh, het zou zo tof zijn als hij in de eerste bal erin zat. Dat iedereen denkt, wow, Rick, ben je een god? Nee, ik ben Rick. Ik ben Rick van Serpent Gameplay. Ik ben Rick van fucking Serpent Gameplay. Mewtwo, kijk me aan en zeg wie ik ben. Rick van Serpent Gameplay. Dankjewel voor de bevestiging. Oké, we gaan even een revive gebruiken natuurlijk. Natuurlijk. Alsof het het meest logische is dat ooit gebeurd is in de wereldgeschiedenis. Er is één heel speciaal iemand die ik graag terug zou brengen vanaf de dood. Dat is Satan. Als hij geparalyzed is, doe ik gewoon dubbel zoveel damage. Is de vangkans gewoon dubbel zo groot. Dus waarom zou ik het niet doen, hè? Nog steeds safeguard? Fucking safeguard. Stop het met safeguarden. Mietje. Nee, fuck niet weer! Stop met safeguarden, you son of a bitch. Ik doe wel gewoon shockwave in de hoop dat hij dan ook gewoon een keer doodgaat. Waarschijnlijk... Fuck, weer safeguard? Weer safe? Nee, Mew. Nee. Misschien moet ik gewoon het gevecht opnieuw doen. Er zijn heel veel manieren waarop ik dit gevecht kan benaderen. Een van die dingen is het opnieuw doen en hopen dat het beter gaat. Ik moet sowieso eventjes unpoke. Oh shit, ik drukte op run. Het zou heel raar zijn. Ah, fuck, dat kost ook gewoon een beurt. Dit is zo spijtig allemaal. Bag. Revive. Ja, we gaan Satan er nog een keer opbeuren hoor. Hij komt er wel doorheen. No longer protected by safeguard. Nou, Satan erin. Natuurlijk doet hij safeguard. Oh, hij maakt meteen met Satan weer dood. Godverdomme Mew. Toe. Bitch. Ga allemaal revives. Ik moet weer Satan erin beuken. En dan, ja. Oh, ja. Doe dat maar lekker, joh. Hey. I don't give a fuck. Als ik hem eerst gewoon geparalyzed heb, dan is een groot deel van het gevecht gewoon nog gevochten. Weet je wat? Misschien niet op zo. Ik kan beter gewoon opnieuw beginnen. En hopen dat hij wel in één keer geparalyzed wordt. Gewoon geen safeguard doen, oké? Is nou zoveel gevraagd? Godverdomme, vriend. Is dat nou gewoon standaard je opening move? Of doe je ook nog eens wat anders aan het begin? Het is origineels. Is dat uitstraalt dat je positief in het leven staat? Godverpik. Ja, joh. Hè? Doe maar. Mij heb je er niet mee. Eigenlijk wel. Waarom doe je dit? Eigenlijk gaat mijn Zapdos ook zo'n beetje dood bij iedere move die hij doet. Dus het schiet ook niet heel erg op of zo. Ja, dit wordt echt een hele interessante finale. Ah, hij is niet meer geprotect bij Safeguard. Kom op, please. Wat? Er stond toch dat hij niet meer geprotect was bij Safeguard? Ik ben in de war. Nee, ik wil mijn nieuwe Pokémon niet gebruiken. Oh, ik kan niet wegrennen. Nou, hey, fantastisch. Gewoon... Wat? Wat? Maar waarom? Ik weet niet of Shockwave überhaupt kan paralyzen. Voor mij is dat nog nooit gebeurd. Waarschijnlijk niet. Maar het is een elektrische aanval. Ik bedoel, laat mij ook mijn momentje hebben. Laat mij ook mijn momentje hebben. Dit is wel een interessant gevecht. Waar Mewtwo iedere keer recover doet. En ik iedere keer zo'n kut aanval. En af en toe doet hij een beetje damage op me. Yay. We zijn hier gewoon nog niet klaar voor, kijker. Je moet gewoon beseffen dat we hier nog niet klaar voor zijn. Besef je dat?
Tof, dan ga ik even terug die grot in. Ik wil nog even of een Machop vangen of een Starmie. Dan heb ik in ieder geval deze aflevering nog wat bereikt. Ik heb sowieso flink wat bereikt hoor. Ik heb wat Pokémon gevangen die ik nu moet vangen. Maar hey, weet u nu waar Mewtwo zit? Ik ga even met Pokémon trainen en in de volgende aflevering vangen we die bitch gewoon. Doei Electro, dankjewel voor je zelfmoordaanslag. Echt super bedankt, dat heb ik net nodig. Alsof het nog niet kut genoeg was om je Pokémon te vangen, moest jij nog even zelfmoord plegen. Even kijken, heb ik nog een escape rope bij me? Dat zou zoveel gezeik schelen. Nee, geen escape rope. There's no escape now. Echt waar, de escape ropes zijn op. Ik moet wel even terug naar Pokémon Center eerst. Sorry dat deze video zo lang en leuk is. Het spijt me, gigantisch. Nee, echt waar. Jij zou je excuses aan moeten bieden, kijken, omdat je zo'n zerpie bent. Deze duidelijk leuke aflevering verpest jij met je negativiteit, vriend. Oké, dan is dat. Dat is een grapple. Die hoef ik niet hoor. Yes. Oké, ik ga alweer terug. Trouwens, ik weet dus wel heel handig hoe ik bij Mew moet komen. Je moet deze trap op. Ik kan nu zo in 1 minuut naar Mewtwo lopen. Behalve dat ik allemaal kut Pokémon tegenkom. Als ik die kut Pokémon niet tegenkwam, was ik in 1 minuut bij Mew. Niet meer normaal. Ik wil even hierheen, want hier zijn Pokémon die ik soms wil vangen. Hey Spoink, wil je alsjeblieft doodgaan in je graf? En dan, oeh, Magnemite. Oeh, wat leuk. Wat schattig. Oké, nee, ik ga even een beetje op en neer lopen. En dan hopen dat ik er nog een tegenkom. Die Umbreon. Is wel super sexy, maar ik heb er alleen. Dus hey, Umbreon. Goed nieuws, ik heb slecht nieuws. Goede nieuws. Dus je bent super sexy. Dankjewel, Rick. Slechte nieuws. Ik heb je al. Tenminste, je familie. Je hele familie. Zit in mijn computer momenteel. Weer een Steelix. Wat enig. Dat is nieuw. Nooit eerder vertoond. Een Steelixie. En nog een. En een Ponyta. En een Machoppie. Dat geluidseffect. Oké, Machop. Je bent een toffe gozer. Zou je alsjeblieft niet dood willen gaan? Dan zou dat heel tof zijn. Oké. Dat is interessante data. Hij is in principe niet heel erg dood. Maar hij is ook niet heel erg dat je denkt van, oeh, ik vang hem zo meteen eventjes. Laten we een van die hele vele restores gebruiken. Denk je, Rick, hoeveel van die restores heb je eigenlijk wel? Revives bedoel ik. Nou, kijk, het lijkt alsof ik er heel weinig heb. Maar het zit dus zo dat, omdat ik iedere keer een save game aan het laden ben. Godverdomme. Doe alsjeblieft wel voor Thunderwave. Yes! Oké, hij is getunderwaved. Hij doet nu aanvallen waardoor hij iedere keer zichzelf damage. Als we dat gewoon lang genoeg blijven tanken en Ultra Balls naar hem blijven gooien, dan gaat hij vanzelf een keer erin. Alsjeblieft! Alsjeblieft! Ik heb hem. Ik heb hem. Dames en heren, ik speel het even helemaal cool. Ik heb hem. Dam 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 dam. Ik maak hem mondscheetjes. Ik heb hem. Zullen we hem ook gewoon zo noemen? Ik heb hem. Of een andere naam. Laten we weer een keer de random word generator gebruiken. Want die is al zo lang niet meer gebruikt. Hij staat nog steeds in mijn tab, zodat ik snel doorheen kan. Willekeurig woord. F5. Volkszangeres. Wereldtop. Champions League wedstrijd. Bultenaar. Stomdronken. Dat past. S-T-O-M-D-R-O-N-K. Stomdronken. Past wel. Stomdronken niet. Bekijven. Ondergeschikkend. Burgt. Strijkijzer. Chipsfabriek. Tijger. Staatscourant. Rheumatologie. Zwerfjongeren. Meebepalen. Gewerk. Afsponsen? Afsponsen. Voorschip. Bladoksel? Bladoksel? Ik noem je wel gewoon Oksel. Oksel is wel een leuke naam, want jij zit ook zo met je handen in de lucht van, everybody, check my oksels. Kan ik je ook oksel haar noemen? Ja, dat past. Het past. Als het past, dan moet het. Dat is geen argument voor pedofilie. Als het past, dan moet het. Als het past, dan is er waarschijnlijk geen 3 meer. Woe! Dat is, gaat dat te ver? Nee, natuurlijk niet. Dat je verwacht. Het is serpent gameplay, vriend. Nou, nu kunnen we gaan langzaam naar de Pokémon Center gaan en gaan huilen. Eigenlijk wil ik ook die Starmie nog eventjes vangen. Ik geloof erin. En die Starmie gelooft ook in mij. Dat was een kleine, zij gelooft in mij, referentie. Ja. We gaan die Starmie vangen. Weet je wat? Super mega Starmie vang special! Misschien komt dat kut-ei dat we bij ons hebben zo meteen ook nog een keer uit. Ik bedoel, ik loop al zo lang heen en weer. Je zou haast zeggen dat het ei zou uitkomen zo meteen. Of niet dan? Het zou best chill zijn eigenlijk als het ei zou uitkomen. Hoe zit het met mijn ei? Dan kun je zo doen. Dan ga je naar Pokémon en dan ga je naar ei en dan Summary. Een old egg found by the day. What will hatch from this? It will take some time. Oftewel, het duurt nog vet lang. Je kan wel zolen. Oh, daar is een mevrouwtje. Hallo mevrouw. U ziet er goed uit vandaag met uw Togepi die dood is. Lekker gedaan, Satan. Lekker gedaan, Lickitung. Dood is. Lekker gedaan, Satan. Lekker gedaan, Lickitung. Dood is. Lekker gedaan, Hypno. Doei, dood. Haha, doei.
Oeh, baarmoeder is geleveld. Doei, Malcolm. Tof dat je je vrouwenoutfit vandaag hebt aangedaan. Waar we nu wel weer zijn is hier. Bij het gras hieronder. Waar namelijk Pokémon schijnen te zitten. Hier zo ergens. Hier ergens is gras, als het goed is. Waar ben ik? Ik ben verdwaald. Hallo iedereen, ik ben verdwaald. Nee, precies. Je hoort hier ergens een stukje gras te zijn. En als je daarin gaat, zitten er allemaal leuke Pokémon. Echt waar, hier is dat. Hier is dat stukje gras. Ja, daar kun je alleen vanaf deze kant bij volgens mij, omdat er zo'n drempel bij is. Hier is onder andere een Lapras, is ook een Haunter. Niet zeg maar de Gengar, die ik graag wil, maar wel een Haunter. Dus waarom loop ik hier überhaupt? Om een punt te maken, kijker. Duh! Om een punt te maken, moet je soms echt veel dingen doen. Een Clamperl, hoi, schattig, leuk, cool. Ik heb het helemaal gehad met dit stukje bos eigenlijk. Dit stukje bos zou in een bosbrand kunnen veranderen, zonder dat het me heel erg boeit. Oeh, Metapod. Nee, laat. Nou vind ik het zielig. Oké, we gaan even naar Pokémon Centrum toe. Rick, wat is je favoriete centrum? Is het sportcentrum? Nee, het is Pokémon Centrum. Is dat überhaupt wel een centrum? Geen idee. Dus, Pornhub heeft trouwens een item echt al de hele aflevering. Voor de kenners zal ik het item afpakken. Dit is een Cherry Bass. Iedereen gelukkig, doei. Rick, waarom ben je zo energiek deze aflevering? Dat komt door Crystal Meth. Nee, echt waar. Shout-out naar Crystal Meth. Deze aflevering was zonder jou helemaal nergens. Was waarschijnlijk een stuk minder energiek. Oké, we gaan hier naar boven. Daar zit die bitch van een Starmie. Heel soms. Als je echt heel veel geluk hebt, wil je nog wel eens een Starmie zitten. Het probleem is dat ik vaak niet weg mag rennen. Dan gaan ze mijn Zapdos slaan. Ik bedoel, het is niet leuk. Ik wil gewoon wegrennen. Je ziet gewoon duidelijk dat ik hier geen zin in heb. En dan ga je hem nog slaan ook. Waar is de respect voor je mede-Pokémon? Echt waar hoor. Respect is helemaal... Nee, ik wil weg. Ik wil mijn huis. Ik wil mijn huis. Ik voel me hier niet thuis. Fuck! Ja hoor, ja hoor. Dan mag ik mijn Pokémon niet wisselen ook. Helemaal klaar met jouw soort. Helemaal klaar met jouw soort. Oké, weet je wat? Ik doe eventjes gauw Piemel naken als eerste Pokémon. Weet je, als Pokémon's dan gaan bitchen en zo, dan scheelt dat. Oh, en dan precies krijg ik een Starmie. Ja hoor. Weet als ik één Psychic doe dat hij dood is, doe ik wel Ancient Power. Daar gaat niemand dood van. Oh ja, dat is die gast die altijd zijn HP zit te regenen. Jij bent zo'n fucking bitch, mate bitch. Fuck, een critical hit? Waarom? Zo is de aflevering nooit af. Ik snap, universum, dat je deze aflevering leuk vindt. En dat je hem graag een duimpje omhoog zou doen. Maar hé, moet wel een keer voorbij zijn. Alles heeft een einde en een worst die heeft er twee. Deze aflevering heeft geen einde als het zo doorgaat. Godverdomme zeg. Ancient power. Hoppakee. Nog een keer, hoppakee. Even wisselen van Pokémon. Het staat dan erin, hoppakee. Thunder Wave? Ja, oké dan. Switch voor Marco Yolo, ja. Geen idee wat die gekke aanval is die ik hier doe. Ik ben er veel te erg de doorspoelknop aan het spammen, dus ja. Oké, ja, die gast gaat zo meteen... Oh, hij doet Rapid Spin, oké. Hij gaat zo meteen toch weer recoveren, dus ik kan beter nu gewoon een Ultra Ball gooien en gewoon genoegen nemen wat ik heb. Ga alsjeblieft in die Ultra Ball. Ik ben 2 levels hoger. Ik ben je superieur. Je bent mijn bitch. 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 Yay. Cam. Hoe lang zijn we eigenlijk al bezig? 28 minuten! Schot me onder duur, dat is lang! Dat is mijn piemel! Ik noem je... mijn bitch. Ik weet niet of ik al een keer een Pokémon bitch heb genoemd. Maar in dit geval, omdat deze Pokémon zo'n bitch is... Bitch. Waar is de H van bitch? Daar. Ik kan je ook bitchy bitch noemen, maar dat past niet. Jammer, anders had ik had je erg graag bitchy bitch genoemd. Dit was Place 2, de doos. Jongens, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering heb ik weer 1000 eieren die uit zullen komen. Dat is misschien wel handig als ik gewoon even offscreen of in een livestream. In een livestream wat eieren ga verzamelen. Dat ik gewoon 5 eieren bij me heb. Dan ga ik gewoon 1 aflevering lang rondfietsen. Zijn in ieder geval heel veel edible eieren uitgekomen. Scheelt weer een hoop gezeik. Maar hoeveel Pokémon moeten wij momenteel nog, Rick? Nou, kijk er. Nog 11 Pokémon. En dat hebben ze allemaal. En die 11 Pokémon zijn... Jigglypuff, Paras, Venomoth, dat is 3, 4, hier heb ik echt heel veel wel, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en natuurlijk nog Mewtwo als nummer 11, ja, tof, we komen dichtbij, we zijn er bijna, nog een paar afleveringen en dan is deze kutserie voorbij, eigenlijk vind ik het juist een hele leuke serie, alsjeblieft, ik vind hem niet kut, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Doei!